sopraan Julia van Doren, mezzo-sopraan Paula Marihi, tenor Ed Lyon en de bas Matthew Brook. En als u via de webcast radio4.nl meekijkt, dan ziet u het. Ze komen nu het podium op. En daarachter de maestro van vanavond, Kenneth Montgomery. We gaan luisteren naar Alexander's Feast, The Power of Music van Georg Friedrich Händel. Thank you.
at the royal feast for Persia won, by Philip's warlike son. Aloft in awful state, the godlike hero sat on his imperial throne. His valiant peers were placed around, their brows with roses and with myrtles crowned. So should desert in arms be crowned. In flower of youth and beauty's pride. Thank you.
myself is placed on high amid the tuneful choir, with flying fingers touched the lyre. But trembling notes ascend the sky, and heavenly joys inspire. Thank you.
applaus voor Gwyneth Bentinck. Zij speelde de harp, zo dat was te horen in het harpconcert. Opus 4 nummer 6 in de oorspronkelijke context, namelijk als deel van Alexander's Feast van Georg Friedrich Händel. We pakken de draad weer op. Het verhaal gaat verder. Fiery foam in light of our throne.
days of Bacchus then, the sweet musician sung. For Bacchus ever fair and ever young, the jolly god in triumph comes. Sound the trumpets, beat the drums. Flushed with a purple grace, he shows his honest face. Now give the hautboy's breath. He comes, he comes. Thank you.
the sound the king grew faint, fought all his battles o'er again, and thrice he routed all his foes, and thrice he slew the slain. Master saw the madness rise, his glowing cheeks, his ardent eyes, and while he heaven and earth defied, changed his hand and checked his pride. Thank you.
degree. 'Twas but a kindred sound to move, for pity melts the mind to If the world be worth thy winning, if the world be worth thy winning.
never ending, still beginning. Fighting tyrants in me destroy, fighting still and still destroy. So help us now.
Able to conceal his claim.
So love was crowned, but music won the cause. 4-0 is even de tussenstand voor de kracht van de muziek. Vier liederen met vier verschillende gemoedstoestemmingen tot gevolg. Het eerste deel van Alexander's Feast, The Power of Music.
Thank you.
Oh,
both you sealed the prize. For both defied the crown. He raised a mortal to the skies. She drew an angel down. Let old time of years yield the prize. Divide the crown. Mortal to the skies, he raised a mortal to the skies.
And may this evening ever prove sacred to harmony and love. This Friday evening, de vrijdag van Vredenburg, lofzang op Sint Cecilia, beschermheilige van de muziek. Het slot van Alexander's Feast van Georg Friedrich Händel. Een werk dat één grote lofzang is op de kracht van de muziek, the power of music, hier in de vrijdag van Vredenburg. Uitgevoerd door het Groot Omroepkoor, de Radio Kamerfilharmonie en solisten onder leiding van Kenneth Montgomery. Kenneth Montgomery schudt de handen van de individuele spelers binnen de Radio Kamerfilharmonie. Mike Ventress speelde mee op The Orbe.
Montgomery omhelst nu Elizabeth Perry, de concertmeester, zwaait met gebaren van dank naar de Radiokamerfilharmonie en ook het grote omroepkoor. En neemt het applaus in ontvangst met de solisten van vanavond. De Amerikaanse sopraan Julia Van Doren. En daar zit ook Nederlands bloed in, u hoort het aan haar achternaam, Van Doren. Met zijn sopraan Paula Murray uit Ierland. De Engelse tenor Ed Lyon en de Engelse bas Matthew Brook. En ook natuurlijk applaus voor Pieter Jan Belder. Hij was te horen op het instrument. Het instrument, het attribuut, als je het over patroons heiligen moet hebben van Sint-Cecilia. Het orgel, daarmee wordt ze altijd afgebeeld. Pieter Jan Belder. En dit applaus dat nu even een crescendootje inzet, dat is voor het grote omroepkoor. Achter op het podium hier, op de tribune van het podium. En daarbij is ook de man die het koor voor dit project heeft ingestudeerd, Edward Caswell. Hij staat links van het koor op het podium. En het koor klapt op zijn en haar beurt voor de solisten van vanavond. Ze komen één voor één weer voor op het podium. Julia Van Doren. Paula Murray. En daar komt Ed Lyon. Dat is ook een mooie leeuwenrol. Een helder rol als tenor. En daar komt de bas Matthew Brook. Die een vrolijke indruk maakte toen hij Bacchus, de god van de wijn, introduceerde met zijn eigen partituur als dienblad. En daar is ze, Gwyneth Wentink. En zij was te horen in die prachtige uitvoering van het harpconcert in het eerste deel voor de pauze van Alexander's Feast. De harp als instrument, als de lier waarop de zanger Timotheus zichzelf begeleidde. In die vijf liederen die steeds een andere stemming, een andere gemoedstoestand opwekte bij koning Alexander de Grote. De overwinnaar van Perzië die zichzelf op zijn beurt liet overwinnen door de kracht van de muziek. En ik denk dat het u ook is overkomen, die verschillende gemoedstoestanden, die stemmingen, verdriet, woede, ontroering en vertedering. Het zat er allemaal in Alexander's Feast van Georg Friedrich Händel. En de laatste bloemen, het laatste boeket, ging uiteindelijk naar Kenneth Montgomery. Een welverdiend boeket voor de maestro die al vele jaren bij de omroeporkesten en het grote omroepkoor werkzaam was en nog steeds terugkomt en furoren maakt in november met Solomon van Händel en hier nu met Alexander's Feast.